nog 100 meter 50 meter nog en de start is gevallen. En kijk eens even wat Gustafsson doet. Die snelt naar de leiding. Zeggen daar hadden we allemaal even niet op gerekend. Govi Greenwood misschien wel een koers vanuit het dode spoor. En we gaan op weg naar de eerste bocht. En het is Gustafsson die het veld op sleeptouw neemt. Tweede plaats erachter aan de binnenzijde is voor Gazo Kanje. En in derde stelling hebben we dan Gwendolyn Flevo. Daarachter gaat de Langeweg Junior toch maar even inparkeren. Voor de zekerheid met zijn Govi Greenwood. Achter Govi Greenwood volgt dan op een lengte paard nummer 5 Gusty Rhythm. En achter Gusty Rhythm zien we dan de laatste drie paarden. Met Gigant wel aan de binnenzijde. Met dichterbij dan ook Grift Junior. En ook daar achterin zien we galante Hollandese. Deelnemers gaan af op de verre linkerbocht. En Govi Greenwood laat een gat vallen naar de voorste drie paarden. En het is aan kop van het veldpaard nummer 6, Gustafsson. Gustafsson lengt ervoor op de tweede plaats. Dan Gaso Kanje. Daarachter volgt dan in derde stelling Gwendolyn Flevo. En op de vierde plaats ja, kan hij er toch niet helemaal gerust op zijn. Want Gustafsson kan ook zomaar in 13 blank naar huis. Hier over de 2100 meter. Govi Greenwood, de favoriet, zal het zo dadelijk toch echt zelf moeten doen. Paarden komen in de rechte lijn. En John de Leeuw gaat Langeweg Junior alvast een beetje dwingen. Want hij komt met zijn nummer 5, Gusty een wat opgereden in het tweede spoor. En gaat zo dadelijk uh, ja, prachtig naar voren gebracht worden als we afkomen op de laatste ronde. En goofie nog altijd niet dat tweede spoor in is gegaan. Half spoor. En aan de binnenzijde erachter Gigant Wel. Die wordt dan gevolgd door Grif Junior. En aansluiting is er voor Gallant Hollandezen. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. En gaat Govi Greenwood dan misschien wel klop krijgen op eigen bodem? Maar Langeweg junior ligt niet, want hij acht nu de tijd rijp om zijn geweldenaar in stelling te brengen. En die komt aan de buitenzijde zo dadelijk tot naast het paard dat hem de kop niet zomaar af zal geven. Nu niet meer. Gustafsson. Gustafsson, Govi Greenwood. Dat wordt een geweldige tweestrijd met aan de binnenzijde Gazo Kanje. Achter deze paarden zit gemakkelijk Niels Jongjans achter een gigant van een outsider, Gwendolyn Flevo. Aan de buitenzijde opereert dan nog altijd die Gusty Rennem... en verder weg in het veld hebben dan de laatste paarden, waarbij Galant Hollandese nog altijd de rij sluit. En we gaan op weg naar de laatste bocht. En het is Gustafsson die hier misschien wel voor een geweldige verrassing gaat zorgen. Tenzij Govi Greenwood nog maar weer een keer laat zien waar hij toe in staat is. Daarachter volgt dan in derde stelling de twee. En dat is Gaso Kanje. En achter Gaso Kanje Gwendolyn Flevo die de koers van zijn leven loopt. En we komen in de Uitere laatste schakel. rechterlijn. 8, nummer 8. En het is Govi Greenwood die nu uit de wind komt en de aanval inzet op Gustafsson. Maar het is een geweldige strijd. Een titanenstrijd. Nog niet beslist. Maar dan komt Govi. De aller, allerbeste. En die loopt er overheen. Govi Greenwood, Gustafsson, Casso Kanje en Gwendolyn Flevo. Dat is de 1, 2, 3, 4.